Vandaag gaan we praten over Belgium in de kijker. Dus wat er is gebeurd in België, basically een beetje. De YouTube-scene, muziekscène, maar ook gewoon Belgium's shows. Het eerste wat ik over wil hebben, die is eigenlijk de YouTube-scene. Want dit jaar hebben we toch wel een x-aantal nieuwe projecten zien starten. Waaronder wij, Koolcast zelf. Vorig jaar waren we begonnen, maar dit jaar toch wel serieus. Er is serieus uitgekomen. Jij hebt je eigen LT-projects. Ja, we hebben normaal gezien ook Soos, maar hij is weg. Hij heeft een TikTok-account, maar ook een YouTube-channel waar hij praat over champagnes. Parfum. En heel veel andere shows. Maar eigenlijk dit jaar wil ik eerst praten over Junior Vertonghen. Yes. Dat is mijn guy van het jaar, man. Ja? Dat is mijn guy van het jaar. Toch? En ik zeg hem dat wekelijks, hè, want we praten heel vaak in... We praten over alles, want iets wat jij ook heel vaak zei is van we moeten als community transparanter zijn naar wat we verdienen. Ja. Zodat we elkaar kunnen zeggen van ah, ik verdien zoveel, dus eigenlijk moet jij ook meer vragen in die shit. Daar praat ik met Junior ook over. En die guy is in DM gewoon even eerlijk en even oprecht als dat je zou denken dat hij is, puur op basis van YouTube. En op YouTube is hij een entertainende kerel. Ik denk dat hij nog heel veel kan groeien daarin en hij gaat ook stappen zetten. Zeker als ik zie naar het team waarmee dat hij zich omkadert. Ja. De jongen gaat nog heel veel stappen zetten en die gaat... Snap je? Dan gaat iemand zijn die over 2 jaar... Misschien volgend jaar zien we die bij de slimste mensen. Die gaat op tv komen en zo. Dat is... Ja, dat is iemand met heel veel potentieel dit jaar. Ook iemand waar ik mij toch een beetje naar wil spiegelen, zelf als figuur. Maar ik vind het gewoon mooi ook hoe hij het gewoon steeds aanpakt. Het is niet rushed. Ik voel dat hij wel een bepaald plan heeft. Hij is ook wel terug weer gaan studeren. Dus dat is ook wel iets moois dat hij dat wil gaan combineren. Ja. Inderdaad, een zeer interessante figuur. Maar ook gewoon als je kijkt naar zijn cijfers. Bedoel, ja, dat is echt gek hoe dat is gegaan. Op een bepaald moment 20.000 views. Maar ik denk ook gewoon, hij is zo gestart. Hij heeft zo'n momentum gegrepen, echt. Waarin dat iedereen ook hongerig in lockdown was. Ja. Om eindelijk van België een YouTube-channel te krijgen. Want... Ja, de hype was big. Ja. Want hij had al bijna 2000 subscribers voordat hij was begonnen. Ja, want hij heeft letterlijk dat gedaan van... Ja, kijk, als jullie bij 1000... subscribers drop ik mijn logo of zo. Ja, logo gewoon. En dan bij zoveel subscribers drop ik mijn concept. En zo heeft hij dat telkens opgebouwd. En dat is gewoon gelukt. En dat is sick. Ja, en dan is dat nog op de Fano geweest. Die met zijn... Wacht, ik mag niet opfokken. Wat was het? Was FC wat? FC Avondklok. Nee. FC Avondklok. FC Avondklok, ja. Want ik wil het niet fout hebben zoals andere shows. FC Avondklok, dus daar is hij opgekomen. Heeft dat ook heel hard kunnen promoten. Is dan met een leuk concept afgekomen met dat je in 9 seconden niet ja of nee mocht zeggen. Waar dat in principe vooraan denk je van, dat is kei easy. Knal dat. Gilles heeft dat geknald, dat moeten we even wel zeggen. Of Fire is Gold. En zo. Ja, Gilles was toch al een beetje half tipsy, maar hij heeft dat toch wel geknald. Lichter heb je dat ook geknald? Ja, sowieso. Maar nee, ik weet dat je dat... Nee, maar het is nog meer een feat dat je dat gewoon tips heeft geknald. Maar nee, inderdaad, Junior Vertonghen wel een heel interessant jaar. En ik verwacht toch wel heel veel van hem. Hij is ook aan het teasen dit jaar dat hij een nieuw project wil starten. Andere shows wil doen. Ik denk ook dat hij in de hosting game toch wel heel veel kan doen. Want het is ook een beetje heel wel natuurlijk. Dus. Als je ziet naar wie hij zich omkadert met Sammy en Hamid. Ja, inderdaad. Ook dat zijn ook bezig. Gewoon de guys... Like, ik heb dat gezegd voordat ik met Koolcast begon, had ik ook tegen Alex gezegd van er zijn misschien 4 of 5 mensen die dat mij kunnen vragen om mee in te stappen in een project en dat ik dat ga doen zonder dat ik al op voorhand alles moet weten. En dat is een Alex, dat is een Sammy, dat is een Hamid. Dat zijn gewoon guys waarvan dat je zoiets hebt van al heel hun leven of van zolang dat ik die al ken. Elke keer als die aan iets zijn begonnen, hebben die dat met hun volle overtuiging gedaan en hebben die er gewoon iets uit gehaald. En dat is iets wat ik altijd respecteer in je kunt het altijd hebben over ondernemerschap en over dingen willen maken van je leven, maar heel veel mensen die praten en je hebt mensen die het doen gewoon. Ja, maar die zit ook in de juiste sector gewoon om het effectief te doen. En, dat vind ik wel zo opmerkelijk aan zo nog de jongeren nu, zo echt zo rond de 20 of zo net 2000, die... Er zijn zoveel getalenteerde mensen in onze generatie, of ook gewoon ouderen die ik gewoon ken, die nu 29, 28 zijn. Het talent verschilt niet, maar hoe slim ze dingen aanpakken verschilt gewoon echt. Want als je kijkt hoe hard dat mensen soms aan het strijden zijn geweest. Ik geef gewoon als voorbeeld Joffrey, die zo Afro-Belg, nu pas... Is hij daar, snap je? Hij is jaren aan het grinden. Net zo, heel veel mensen, hè, maar ik wil maar zeggen, daar moet ik wel credits voor geven aan de jongere generatie, vind ik, hoe zij dingen aanpakken. Die zijn gewoon al meer ingesteld op heel die... getting out there, hoe doe ik het, hoe kwalitatief breng ik het. Hoe, allee. Ik heb ook het idee dat veel van die mensen zich ook weten te omringen met de juiste mensen, zoals ik zei van een Junior. Mm. Maar ook een Joffrey en zelfs een Alex hier, wat wij met Tim hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zijn mensen die al heel veel ervaring hebben in een bepaalde sector. Ja. En waar dat je van weet, van als ik daarmee samenwerk en ik ben streng voor mezelf, die gaan sowieso streng zijn voor mij en zeker streng voor zichzelf. Mm-hmm. Dan kun je niet anders dan een goed product krijgen. Nee, inderdaad. En, ik vind dat er ook heel veel kwaliteit gewoon is aan het rondlopen in België qua gewoon entertainment zelf. Want dat is inderdaad iets dat we misten. Eigen shows, want vaak gingen we kijken naar Nederland of een UK of een USA. Mm. Nu zijn we toch wat meer in-house dingen aan het creëren. Mm. Nu moet het publiek, nu moet het publiek in België wel, ja, toch wel weer achter die mensen gaan staan. Want ja, hoe lang hoe je al die dingen doen, moest er geen, zijn de kijkcijfers niet interessant of uiteindelijk moet er wel een bron van inkomsten komen. Mm-hmm. Dus dat is ook wel iets dat heel belangrijk is. Als kijker dan zelf zijn van ja, probeer wel, als je een video checkt, ook al vind je het misschien niet zo leuk, haal die negatieve reactie misschien toch eruit. Want ja, voor een groei van een persoon is dat wel heel cruciaal, denk ik. Ja, ik denk gewoon delen en doen ook. Want bijvoorbeeld dan wat wij hebben gelaunched, dat is gewoon iets, dat is iets duur om te maken. En nu hebben we zo, oké, we did it, maar voor we het opnieuw kunnen doen en dan voordat de mensen mee op de kerst springen dat, om het door te hebben van oké, we moeten dit supporten of dat, ja, dan... Want iedereen vond het superleuk en de mensen, de gasten die waren uitgenodigd, ja, dat was keiplezant en dat was leuk. Maar om een tweede editie te maken heb je inderdaad wel genoeg publiek nodig. En dat is in België gewoon altijd moeilijk. Mensen hebben 2 jaar nodig voor ze beseffen precies what's going on. Ja, klopt. Hebben jullie een grote gunfactor? Want ik merk dat bij ons wel. Mm. Ik heb nog niet het gevoel gehad dat er mensen zijn die zowel met Koolcast als met Koolcast Sport ons hebben misgunt. Ik heb altijd zoiets van iedereen dat erover praat is altijd positief. Ja. Wil je dat ook? Ja, dat wel. En ik ben zelf ook sowieso... ik ben wel kritisch. Nou, zeker. Kritisch dat moet. Ja, maar ik merk... Ik heb echt die conversatie al met verschillende mensen ook gehad. Zo. En ik probeer daar ook echt van af te stappen of dat op een andere manier te bekijken. En dat is zo... Mensen maken veel dingen online. En dat is supergoed. En ik vind dat inderdaad heel nice. Maar ik moet dat echt goed vinden of zoiets voor ik dat deel. Terwijl ik daar echt ben al op aangesproken. Lina, stop daarmee. Ja. Want niet alles hoeft daar te zijn. Ik vind dat initiatief is belangrijk ook. Ja, voilà. Ja. En misschien ben ik daar soms wel gewoon te kritisch op dan. Maar dat mag soms wel. Ja, dat mag soms. Maar soms mag het als je een bepaalde kwaliteit wilt nastreven. Zolang dat je niet... aan het haten bent, zeg maar. Ja, exact. Maar misschien is het soms ook wel gewoon echt niet nodig. En is het gewoon van... Ja, dat is ik gun u dat gewoon. En ik gun dat dan ook, maar ik zal het dan misschien eerder doen met een berichtje, maar niet met deel. En dat is fout, want die persoon heeft niks aan dat... Allee, persoonlijk heeft hij iets aan dat bericht, maar niet voor hetgeen wat hij is aan het doen. Maar nu... Als we kijken naar de toekomst van entertainment, zien we in andere landen wel dat dat meer naar YouTube begint te draaien. In België heb ik nog het gevoel dat het nog heel veel mainstream tv is. Mm-hmm. Waar zien jullie dan de toekomst van entertainment in België gaan? Dat komt, maar wij staan gewoon... Maar is het dan tv of YouTube? Dat gaat ook wel YouTube. Ik denk dat je via YouTube ook naar tv moet groeien. Ik denk als we kijken naar... Wie ik altijd heel lang heb gevolgd, is Stefano Holwijn. Ja. Maar ik volg die echt al van toen hij nog was aan het rappen, toen hij nog lang in het red zat. Ja. Dat was heel lang geleden, maar... Ik vond hem toen keihard. En hij had zelf #TheBoys gemaakt. Mm-hmm. Maar de allereerste nog, dat was mijn webcam en dat was zo'n slechte kwaliteit. Maar ik vond dat gewoon hard om te kijken. En die heeft waarschijnlijk zoveel tegenslagen gehad en fouten moeten maken om te komen waar dat hij nu is. Dat hij een live kan opstarten en 20.000, 30.000 kijkers heeft. En gewoon al de shit die hij nu kan doen en ook op tv gaan komen en zo. Maar dat is wel allemaal Dat is allemaal dankzij ook de weg die hij heeft afgelegd. Mm. En ik denk dat dat in België ook wel zo gaat zijn op termijn. Dat bepaalde mensen... We zien het nu zelf al. We zijn ook al met Koolcast Sport en zo. We zijn bij HLN geweest. Jij bent bij Proximus. We zijn allebei bij Mid geweest. Dus uiteindelijk, die stappen die gaan er sowieso van komen als je streng genoeg bent voor jezelf en als je gewoon doorzet in zo'n... Maar vind je dat die switch van YouTube dan naar televisie moet komen? Dat moet niet. Moet doen wat je wilt. Vind je dat zelf belangrijk dan? Of vinden jullie dat dan belangrijk? Dat die switch op een bepaald moment moet of mag komen of gaat komen? Ja, ik denk gewoon dat als je dat als persoon belangrijk vindt hier in België, dat je dat gewoon kiest vanuit het perspectief van dat is de media waar iedereen naar kijkt. En het is eigenlijk gewoon dat je wilt, snap je? Je wilt kijkcijfers, je wilt gezien worden in het ding dat jij doet of wat je hebt gemaakt, denk ik dan. En in België is dat gewoon nog heel tv-gericht. Terwijl moest onze scene ongeveer hetzelfde uitzien als in Nederland. Ik denk dat dat niemand zou boeien of dat dat nu naar tv gaat of niet. Ik denk bij mijzelf dat ik liever YouTube als hoofdplatform heeft dan tv. Omdat YouTube gewoon zo accessible is van... Je kan het checken wanneer je het wilt. Met tv heb je dan die barrières van... Ja, je hebt een bepaalde uitzendtijd en daar moet je dan inkomen. Of ja, het kan wel opgenomen worden, maar het is niet hetzelfde. Ja, maar ik vind het dan liever met YouTube dat je dan... En je kan dat gewoon checken vanuit waar je dat ook wilt. Snap je? Mm. Nu zat veel met bepaalde apps. En de apps kun je dan niet in bepaalde landen gebruiken. Ja, cool. Dus voor mij denk ik dat de toekomst van entertainment... En ik zit al jarenlang, want ik ben ook gewoon een YouTube-baby. Ik denk dat de toekomst van de entertainment in België... in YouTube zit. Ik denk dat tv zich gaat moeten aanpassen. Ik denk in dezelfde zin dat vroeger hadden we videotheken, terwijl we nu allemaal Netflix hebben. Ja. Mm-hmm. En vroeger keken we alleen op tv naar sport, terwijl we nu al gewoon apps hebben om dat te volgen. En we kijken per stream op de pc en zo. Ik denk dat tv gaat niet anders kunnen dan volgen. Ik denk dat op een bepaald moment gaat het toch moeten zijn dat je de slimste mens ter wereld gewoon als 10 afleveringen kunt checken op je gsm wanneer je wilt, in plaats van... Ja, en op zich bestaat dat al half, hè, want alle vorige seizoenen op hun online platformen, dat is al zo. Dus ik denk ook wel gewoon dat het allemaal wat gaat meeflowen. Of dat elk... Want dat heb je ook bijvoorbeeld die 538 of 583, ik weet niet, in Nederland. Dat is ook gewoon een tv-kanaal. Ja. Maar die hebben ook hun reeksen op YouTube. Dus die hebben gewoon best of both worlds. En die hebben natuurlijk ook het geld dan om hoogstaande producties te maken op YouTube. En allee, dat zijn wel grote meerwaardes. Maar we gaan daar ook naartoe groeien, maar wij hebben gewoon altijd meer tijd nodig. Jij wou nog iets zeggen over de slimste mens dit jaar? Dat er iets speciaals was opgevallen? Ah, ja, klopt. Ja, dat voor mij zo het eerste... Zo, hoe noemde dat zo'n programma? Een quizshow. Ja, een quizshow is waar dat er eigenlijk een grote diversiteit aanwezig is. Dat is €5. Ja, shit. Een grote verscheidenheid aanwezig is van mensen van verschillende sectoren, achtergronden. En dat is wel belangrijk, want... Ja. Het gaat er echt over tegenwoordig, hoe blind dat die mediakanalen nog steeds zijn. En nu kon ik echt zo bij de slimste mensen echt zo zeggen, we gaan ergens naartoe. Zo. Ja. Ik zie de juiste representaties. Nog iets dat ik over wil spreken dit jaar. Belgium in de kijker. Dit jaar zijn er heel veel artiesten terug naar buiten gekomen. Je hebt Frenetiek dit jaar goed heeft gedaan. Gecko, Wauw heeft het dit jaar goed gedaan. Het zijn 2 boys nu die op dit moment een virale hit hebben. Brissa en... Christian D. met Le Blit, dat nu toch al wel aan 7 miljoen streams zit op 7 miljoen streams zit in België, waar dat toch wel een unieke feat is, want niet veel artiesten zoals Marijn M.G. behaalt ook wel zijn streams in Nederland. Maar ik vind dat de Belgische scene dit jaar, en ik moet dan props geven aan Topnotch, of dat is het gevoel dat ik toch heb, bijvoorbeeld met Dikke en Freddie Konings dit jaar, ja, zij zijn toch wel... Ik voel dat dit jaar Topnotch echt aanwezig is. Ja, vooral in Antwerpen, denk ik dan. Ja. Terwijl ze wel in elke provincie wel een rapper hebben. Dus ze hebben Dikke, ze hebben Freddie Konings, ze hebben... is hij van West-Vlaanderen? Ja. Die jongen van Kortrijk? Hij had één song daar, met zijn Real Madrid-tenue daar, met de naam vergeten. Ja, voilà. Dat was super hard. Maar dus zij hebben het slim gezien als in, we zijn in elke provincie aanwezig, in plaats van enkel maar op 1 iemand te focussen. Ja. En ja, ze zijn keihard gegaan dit jaar. En ik denk dat Sammy er ook nog steeds voor iets tussen zit. En hij is ook gewoon keihard zijn ding aan het doen. En, ja... Het kan ook bijna niet meer anders. Ik bedoel, ik denk dat we zo lang hebben op moeten kijken naar Nederland en we moeten nog altijd op boksen eigenlijk tegen Nederlandse artiesten. Ja. En in Wallonië zal dat hetzelfde zijn met Franse artiesten, alhoewel dat Damso volgens mij nu gewoon de allergrootste Franstalige is. Ja. Maar ja, als je ziet hoe ver dat Stromae het heeft geschopt en hoe ver dat een Damso en een Hamza het nu zijn aan het schoppen, ik denk dat een Brian M.G. gaat de volgende in die lijn zijn en een Frenetiek is al in die lijn mee aan het stappen. En er gaan nog 5, 6, 7 guys komen die daar ook gewoon hits in het buitenland gaan hebben. Ik denk, vanaf dat je dat hebt, dan kun je echt al zien van uit. En niet per se in Nederland, maar zelfs Nederlandse artiesten doen ook goed in Turkije en in Suriname. Dus moet je gewoon kunnen, denk ik. By the way, Stromae heeft dit jaar een liedje uitgebracht na zoveel jaren. Bro, dat was trash, man. Ik ben echt teleurgesteld in jou, man. Dat was echt niet goed. Ze hebben 10 jaar gewacht op deze. Ja, dat was echt niet goed, man. Ik sta er niet achter. Nee. Vond je dat hard? Vond je dat goed? Ik heb Stromae nog niks slechts zien maken. Ah, bro. Stop, stop, stop. Nee, nee, nee. Stop de cap. snap dat is geen hard liedje, hè? Nee, broer. Ah, voor Stromae... Als je dat luistert op het juiste moment, is dat een heel goed liedje. Swag, man. Sorry, man. Maar dat is, sorry, die zin, als je dat luistert op het juiste moment, is dat een goed liedje. Ah, maar ja, maar dat is met elk liedje, hè? Dat wil ik net zeggen. Dat is voor alles. Dus ik vond deze album niet goed. Huh? Weet je waarom? Ik ben te gelukkig daarvoor. Ah, bro. Welk album? Nee. Maar zelfs op die album zijn er toch liedjes geweest dat je hard vond. Vond je Clash niet hard? Ik heb de eerste 4, 5 geluisterd. Ah, dacht van, ik ben te gelukkig voor dit te luisteren en ik heb dat afgezet. Nee, man. Dat kan niet. Nee, man. Ja, echt waar. Dan gaat het niet alleen over muziek. Dat maakt het allemaal zo persoonlijk dat jij niks gewoon neutraal kunt bekijken. Nee, ik luister niks neutraal. Ik ben subjectief. Ik ben heel subjectief. Ik luister alleen naar happy music als ik happy ben. Ik luister alleen naar... Ik luister naar gangsters als ik agressief ben. Ja, same. Stromae was teleurstellend, man. Sorry, man. Ik vind het echt jammer, man. Ik vind ook dat je geen verwachting moest hebben bij Stromae. Waarom? Oké, doe maar. Dat was voor mij niet zoiets van... Als hij terugkomt, is het zo... Doe op je eigen... Doe wat jij moet doen. Doe wat jij vindt dat jij moet doen. Als je comeback aankondigt na zoveel jaren, bro, dan is er wel een bepaalde verwachting. Ik heb hetzelfde met Justin Timberlake. Moest je daar gewoon droppen zonder iets te zeggen? Die comeback was er niet omdat hij zei van... Ik wil de beste zijn, of ik wil dit, of ik wil dat. Dat is gewoon... Bij hem is dat gewoon... Dat is kunst. Ja, maar je wilt toch het beste... Oké. Nee, okay. Je wilt wel het beste uitbrengen. En ik denk niet dat hij heeft gezegd van... Oké, ik ga nu iets slechts uitbrengen. Hij gaat dat waarschijnlijk super hard vinden. Maar ik denk naar zijn kunnen toe... was dit gewoon echt medium, man. Medium, broer. Misschien verwacht je te veel van Stromae. Dat kan ook. Jij doet je eten van de frigo in de koelkast. Dat is nog niet warm. Jij moet dat opnieuw nog in de magnetron steken. Ik vond dat ook gewoon echt legit... The same als alles wat hij voordien had uitgebracht. En daar heb ik ook een probleem mee. Nee, ik vond het niet. Ik vond het gewoon zo, dat was zo'n heel rare futuristische... Nee, man. Futuristisch. Niet futuristisch, maar... Luister alsjeblieft zijn tracks van ervoor en doe dat erna. Ga niet eens weten wat er van ervoor is en van erna. Vond niet hard, man. Maar een vraagje. Wie was jullie favoriete Belgische artiesten dit jaar? Als je er een hebt. Damso. Easy. Oké. Wacht. In Franstalig Damso, in Nederlandstalig... Ik denk hoe... Wauw was eigenlijk in 2019 en 2020 mijn favoriet. Franstalig van mij, Dima sowieso. Was keihard. Dima was keihard. Van jou? Het ding is, ik zeg niet graag Dima, omdat dat lijkt alsof... Ja. Dat is gewoon ons dat inhoud is. Maar Dima is keihard. Dima was hard. Like, Dima is de muziek dat ik opzet als ik naar huis ben aan het rijden als het donker is. Dima check ik gewoon zo sick. Dat is bij mij Franstalig. Damso is. Mag ik nog Daryl zeggen als Belgische? Of Daryl Goel? Ah. Ja, je mocht ook hoe die smalls als Belgische zeggen. Ja, dat is dan toch Belgische... Belgium made. Het hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn. Nee, oké, maar dan zeg ik Daryl Goel. En eigenlijk... Ik heb hem niet zo gecheckt dit jaar, om eerlijk te zijn. Maar ja, hij is echt goed. Hij heeft ook een liedje met Rimon uitgebracht. En ja, Rimon, zij is ook Nederlandstalig. En Nederlandstalig was ik, zij is van NL. Maar zij is echt hard. Maar ja, wel, je gaat dat echt kennen, maar... Ik... Nee, onderschat mij. Ik fok niet met Nederlands muziek. Ja. Ik ben alleen UK en USA. Hij is niet zo slim als we soms denken dat hij is. Oh, wow. Dat is niet erg. Gilles, als ik naar Mid kijk, Gilles heeft mij 3 keer SLC gegeven. Ik hou van jou. Mijn favoriete Nederlandstalige Belgische artiest dit jaar was Dikke. Want hij heeft mij naar songs laten luisteren waarvan ik weet vroeger, ik had dat nooit beluisterd. Maar dat was... Dus noem me Paris Hilton. Snap je? Die was hard. Snap je? En ook gewoon, sorry, hè, zijn presence dit jaar was er ook weer. Had dan een nummer 1 album. Kon er niet omheen. Ja, ik ken niet dat je niet naar Dikke hebt geluisterd. Hij was in your face. Ja, ik ken niet dat je niet naar Dikke hebt geluisterd. En ook gewoon de zelfvertrouwen dat hij heeft, bro. Concert, hij is gewoon daar. Show, hij runt die gewoon. Nee, was, ik moet wel zeggen, die live show op Fire is Gold. Ik vind Freddie Konings een van de hardste optreders in België. Live, hè? Ja. Samen met K1D. Ik heb K1D ook onderschat. Zijn fanbase. Ah ja, wij hebben een fanbase, hè? Hey, zijn fans zijn loyal. K1D. Ja, we gaan je naam boycotten. Maar Freddy brengt een soort van energie waarvan dat je van denkt van... Die gaat dat niet de hele show brengen. Of die gaat dat 6 jaar in zijn carrière niet meer brengen. Of 10 jaar. Maar deze guy brengt dat altijd. Van in de eerste keer dat ik in Kafka naar hem ging zien en in Oudama hem ging zien. Dat is dezelfde energie en dat is dezelfde guy. En dat is... I love that. Weet je aan wie ik dat vergelijk? Louis Vert. Oh, nee. Uzi was vroeger ook zo. Nog steeds. Hij die stage dives deed. Ja, maar Lil Uzi deed ook gewoon... Lil Uzi deed vaak zo extra shit en was aan het dansen en zo. Maar Freddie Konings rapt gewoon om de zin wel mee, maar hij is aan het springen. En de energie is echt daar. En hij vindt dat echt leuk om daar te zijn. Maar ik heb het same feeling voor Dikke, zo. Ja, ik ook. Ja, Dikke was echt aanwezig dit jaar. Freddy is nog net iets meer mijn favoriet, omdat we zijn een Antwerpenaar. Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Wat? Wat is jullie favorite female artist van België, van dit jaar? Van België? Moeilijk, ja. Oh, wauw. Female artist. Ja, ik ben niet in de buis te zien, dus déjà als jullie met mij willen bashen, dat gaat niet, bro. Want ik luister sowieso geen buismuziek. Dus dat is heel moeilijk voor me. Dat is een goede vraag. NL. Abigail Johnson is van NL, hè? Zij is Belgisch. Is dat Belgisch? Ja. Dan heb ik Abigail. Maar wat heeft zij uitgebracht? En Moran. Moran brengt heel hard. Moran brengt echt mooie muziek. Moran maakt echt mooie muziek. Hij stuurt je ook altijd door op Snap, dus ik check hem altijd. Shanna Moran, dat is family. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik kan er echt niet komen. Wie is die van jou? Maar ik check te weinig Belgische vrouwelijke artiesten. Dat is van mezelf. Ah, ik check gewoon België überhaupt niet. Ah ja, ik probeer, hè. Probeer, maar moeilijk. In Amerikaans luister ik favoriet, veel... Maar favoriet vind ik ook moeilijk. Maar heel eerlijk, in Antwerpen hebben we wel wat gewoon. En dan ben ik inderdaad Moran, Miss Angel, niet te vergeten. Ah ja. Lina is keihard. Lina is supergoed bezig. Ik heb een song van haar gehoord en zo van, dit is zo... Ja, ik voelde het wel. Ja, de laatste liedjes heeft gebracht. Een week geleden of zo. Van Lina? Van Lina. Een week of 2 weken geleden. Of ik heb misschien een teaser gezien, maar ik vond het wel hard. Is een videoclip ook wel. Ja. Dan vond ik ook wel hard. Ja, zo met die auto, met die meisjes. Ja. Was ik weet even de titel niet, maar ja. Shout-out naar Lina. Shout-out naar all the females making music. Ik moet het meer checken, dat wel. Want in Amerikaanse rap check ik veel meer vrouwelijke dan in Belgische en Nederlandse rap. Maar ik denk dat er zeker ook nog een grote markt voor hun die we nog moeten... Die we ook een plek moeten geven, zeker in de muziekindustrie. Ja, waar ik keihard van verschoten bijvoorbeeld met onze show dat wij deden, dat is dus een muziekquiz. En wij droppen Koeli. Ah, putain, Koeli is hard. Ja, wow. Maar... Ah, putain, dat is een van mijn favoriete shows van 2017. Maar snapte, wij droppen dat en niemand weet dat. En dan ben ik gewoon zo, maar jullie zijn altijd aan het bashen over alles, maar dat kan niet dat jij Koeli niet kent als visual artist, als baseline van de Belgische muziek. Koeli en Maruji waren mijn favorieten op een bepaald moment. Ik moet echt meer vrouwelijke buisartiesten gaan checken. Dat is iets dat ik voor 2022 ga doen. Ja, dat heel veel mensen dat moeten doen. Ja. Ik denk dat daar heel veel talent in zit, maar dat dat nog niet geaccepteerd wordt in de volledige industrie. Ik wil nog even een shout-out doen. Doe maar. Naar Jewel Dimes. Ik moet daar zeker checken. Ah ja, ik heb het gezien. Maar jij manage daar, hè? Yes. Ah, dat is biased. Dat is niet biased. Nee, even... Dat is biased. Dima is ook biased. Dima is niet biased, bro. Ik heb geen ties met Dima. Dat is de guy van Alice, maar dat is niet. Snap je? Shout out Dima maar. Anyways. Wie denken jullie dat volgend jaar, qua Belgische personaliteit, dus dat kan muziek zijn, dat kan ook gewoon entertainment zijn, dat volgend jaar gaat domineren in 2022? Ik denk Junior. Eentje. Ik denk Junior Vertonghen. Als je ziet naar het pad dat hij nu is aan de wandelen de laatste maanden, de mensen ik heb het al 5 keer gezegd, maar de mensen met wie hij zich ontkadert en de timing die hij vooral heeft, het gevoel voor timing dat hij heeft, om op de juiste manier met de juiste mensen op de juiste moment te werken... Ik ken niet anders dan dat die gaat scheuren. Oké. Ik zeg Noah Tamboué. Oh ja, dat is een naam. Sowieso. Ik ben er echt van overtuigd. Met zijn film die gaat uitkomen, begin februari. Hij heeft zoveel talent en ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat dat zijn jaar wordt. Hij verdient dat ook gewoon. Super nuchtere guy. Super chill. Hij heeft een gunfactor, hè? Ja, en hij is gewoon wie hij is. En dat is gewoon... That's it. You see what you get. En zijn talent is gewoon daar, op alle vlakken. Er zijn 2 echt prachtige mensen, Junior en Noah. En die van mij is iemand die aan deze tafel zit, Gilles. Ik zeg dat niet omdat wij op dezelfde show zitten. Biased. Nee. Nee, want ik heb u zien groeien en ik denk dat jij heel veel facetten hebt. Waarom? Ik heb dat dan bevestigd met de vorige episode van Sport. Ik ga er niet te diep over ingaan. Maar ik heb gewoon gezien... waarom zeg ik Gilles heeft heel veel verschillende facetten in media gewoon. Dus jij kan sport doen, je kan ook gewoon normale taaks doen. Zelfs met deze show doe je het weer goed. En ja, ik denk gewoon ook dat jij wel bespraakt. Ik denk dat jij op dat vlak wel... En als we u volgend jaar niet op een VTM zien of dat soort dingen, dan denk ik toch wel teleurgesteld zijn. Ik denk wel dat jij volgend jaar... In mij of in de omkadering? In alles, maar in jou. Ik zou het gewoon jammer vinden, snap je? Ja, maar ik heb altijd... Dat is bizar. Maar mijn beste vrienden hebben ook zo onlangs op een verjaardagsfeest gezegd van je gaat echt bekend worden later. Maar ik heb altijd een grote schrik gehad van bekend te zijn, want ik heb altijd zoiets gehad van het moet nooit om mij draaien. uiteindelijk, snap je, er is niks enorm speciaal aan mij. Ik doe gewoon wat ik vind. Ja, moet stoppen met die humble shit. Man. Nee, maar dat is... met de hart, ik zeg nee, maar zelf, legit... Toen denk je zo van, shit. Ik wou dat ik zo eloquent was. Nou, maar ik denk dat ik gewoon altijd doe wat ik of wil doen of moet doen. En ja, ik wil nooit bekend worden in de zin van het moet nooit draaien om mij of zo. Snap je? Mijn privéleven of zo, of mijn persoonlijk leven, of mijn familie, of mijn relatieleven, dat zou echt niemand moeten boeien buiten mezelf. Mm-hmm. Maar moest het zijn dat ik voor voetbalcommentaar of voor zoveel shit een naam maak in het medialandschap, ja, so be it. Maar ik ben ook niet gefocust op... Ik ben niet echt gefocust op wie dat ik ben voor andere mensen, nog niet. Terwijl ik wel denk dat er voor sommige mensen misschien wel is aan het beginnen en zo, maar het moet... Het moet niet om mij draaien, dat is altijd zoiets. Ah, je bent likable, man. Ik denk dat dat je grootste. Ja, en ook, ik moet wel zeggen, als ik al heb gekeken naar de dingen waar jij ook in zit, ik vind je ook echt wel een heel aangename prater. Ik luister graag daarnaar. Oké, nu is genoeg chill praise. Oké, genoeg. Tijd om te bashen. Je hairline is slecht. Nee, shout out Barbara Pope. Ik weet niet waar je bent, Pope, maar ik wil ook zo'n degradé hoeken, bro. Kijk naar mij, I'm struggling. We gaan met Pope afspreken. Shout out Daniel. Ik ga Pope naar hier brengen. Nee, dit was het voor het tweede deel. Het was weer gezellig. En klik op de volgende episode. Oftewel is het binnen 2 dagen, oftewel kan je nu al klikken. I don't know. Maar bedankt. Let's go.